Hallo allemaal, welkom bij Altivista en welkom weer een nieuwe video. Vandaag gaan we een pick-up video, ga ik jullie tonen van wat pops die ik een tijdje terug al gekocht had en andere mensen van mij gekocht hadden. Het is namelijk weer zo, het zijn dit keer weer kruidvat pops. Een tijdje terug heb ik twee films achter elkaar gemaakt, deel 1 en deel 2. Maar ik heb er nog 6 stukken die ik jullie wil laten zien. 6 pops die ik hier en daar gescoord heb en die andere mensen voor mij gescoord hebben. Heel erg tof. Er waren echt nog een paar pops die ik heel graag wilde hebben. Die bij de kruidvat te koop waren, maar die ik helaas niet gezien had. Daarna ben ik nu toch nog een paar kruidvat af geweest. En ik heb daar hier her en der nog een pop gevonden. Ik zal jullie heel kort even laten zien welke pops ik allemaal nog in de kruidvat heb gevonden. Gaan we nu naar kijken. Komt-ie. En die... Goed job. Dat zijn er niet veel. Ja, je zag inderdaad, het waren niet veel pops die ik meer zag in de kruidvat, maar her en der lagen nog wel wat pops. Maar veel van die pops die ik gekocht had, zijn niet in het filmpje te zien geweest, want die hebben namelijk andere mensen voor mij gekocht. Die zijn voor mij op pad geweest en die zijn door het land bij andere kruidvatten geweest die niet uit de buurt van Brabant kwam. Dus ja, ik heb natuurlijk de pops eerder gekocht, op dit moment kom ik niet buiten, dus ik kom ook niet in de kruidvat. Dus ik kan ook niet weten of er pops zijn. Ik hoop ook niet dat de nieuwe pops vandaag of morgen binnenkomen. Want dan hebben we wel een uitdaging. Dus ik ga laten zien wat ik allemaal heb kunnen scoren. Ik ga over naar de eerste 3 pops. En de allereerste pop is een hele gave pop. Het is Scary Library Ghost. Ja, echt. Deze vond ik zo vet. Ik heb in deze serie heb ik al, dan moet ik even goed kijken, Dr. Wayman Stands heb ik al. En dan heb ik nou Scary Library Ghost. Ik weet niet of er andere Ghostbusters pops bij de kruidvat lagen. Volgens mij niet. Volgens mij was dit de enige. 748 van de film Ghostbusters. 35-jarig editie. Heel erg vet. Ik vraag me af of dat logo ook op die Dr. Raymond staat. Ik ben heel even vlug aan het kijken of ik die toevallig erbij kan pakken. Hier links of rechts. Zul je zien dat ik die niet zo heel snel te pakken krijg. Raymond Stands. Ja, ik zie hem toevallig. Dus ik ga hem heel eventjes erbij pakken. Want volgens mij staat dat logo namelijk niet op die pop. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ga heel even kijken, want ik zie hem hier. Dat is deze pop, 105. En... oh nee, het is inderdaad een heel andere pop. Dit is namelijk 105 van Ghostbusters. Ik dacht dat ik dus al 2 pops in deze serie had. Maar dat is niet, want dit is 745. Hij lijkt er wel heel erg veel op. Dit is de 30-jarige... kijk dan, de 30ste verjaardag die ze vieren met wat pops. En dit is de 35ste verjaardag die ze vieren met pops. Ja, ik dacht dat het dezelfde reeks was, maar is dus niet. De zijkant is ook net iets anders zoals jullie zien. Kijk aan. Maar goed, dit is dus Scary Library Ghost. Echt heel erg vet. Hele gave pop. Heel blij, iemand anders heeft deze gescoord voor mij. Ja, Melvin, als je kijkt, super bedankt hè. En dan de volgende pop. En de volgende pop is ook een hele gave pop. Ik weet dat je ook de Glowing Dark hiervan had. Die heb ik helaas niet, maar ik heb Captain Marvel van de film Captain Marvel. Ja, mijn eerste pop uit deze serie. 435. Kijk aan. Ja, ik had nog geen enkele pop uit de Captain Marvel serie. De Captain Marvel zelf wel. Hè, uit de Avengers. Die heb ik zelfs 2 keer. Zelfs 3 keer heb ik zelfs. Ik heb ook nog een Gamerverse editie. Dus dit is volgens mij mijn 4e Captain Marvel pop die ik heb. Kijk aan. Hele leuke set. 3, 4, 5, 6, 7 pops hierin zitten. En ik weet Goose the Cat. Die bestaat ook als Chase. Ja, heel erg tof. Captain Marvel 435. Ja, ook van de kruidvat. Heel tof. Ja, er waren echt een paar van die juweeltjes die ik voorbij had zien liggen of zien komen. En ja, bij mij de kruidvat in Tilburg en rondom Tilburg kon ik ze niet vinden. Dus maar goed, gelukkig heb ik wat vrienden her en der wonen die ook bij andere kruidvat komen door het land. Dus heel tof, deze 2 pops. En dan gaan we over naar pop nummer 3. Pop nummer 3 vond ik echt, ja, ik denk misschien wel de gaafste pop. Nou, dat is niet waar. De ene gaafste pop die ik heb kunnen scoren. Het is namelijk een pop in een editie waar ik geen enkele pop had. Het is namelijk een Flocked pop. Het is Simba uit The Lion King 547, de Flocked editie. En dan ga ik meteen eventjes kijken of ik toevallig de normale Simba ook hier heel snel kan vinden. Dan zul je zien dat dat niet gaat lukken. Want ik had namelijk de normale Simba ook. En ik ben al even kijken of ik die
toevallig erbij kan pakken. Nee, zie ik eventjes 1, 2, 3 niet. Maar goed, de normaal. Oh ja, dat heb ik ook. Kijk, ik moet gewoon beter kijken. Hij zit hieronder. Kijk, dit is de normale Simba. 547 en dit is de Flocked editie. En ik moet zeggen, ik vind de Flocked wel heel erg gaaf. Het is een Flocked special edition. Kijk aan, 547. En deze had ik dus al. Maar nou ook, mijn allereerste Flocked pop. Heel vet. 5 pop. Ik weet dat de Scar ook bij de Kruidvat te vinden was. Die heb ik helaas niet kunnen vinden. Dat is wel jammer. Maar goed, ik ben dan blij met deze pop. Hè? Mijn eerste Flocked pop. Ja, echt heel gaaf die details. Ik vind het zo gaaf. Ja, heel gave pop. Tot zover mijn derde pop. Gaan we over naar pop nummer 4. Ja, ja, het gaat hard. Pop nummer 4 is... even kijken. Uit de game moet ik zeggen. Horizon Zero Dawn. Het is Arwen's. Heel tof. 258. Kijk aan. 4 pops in deze serie. Ook van deze game had ik nog geen enkele pop. Ik heb de prijzen nog op zitten. Ja. Dan moet ik zeggen, de laatste pops waren ook een paar kruidvat waar zelfs 50% korting was. Hè? Dus, en andere acties die ook kwamen bij de kruidvat waren. Dus ze kosten niet eens 4 euro. Was er zelfs een pop die 2 euro kostte. Heel tof. Maar dit is Elwent uit de game Horizon Zero Dawn. 4 pops in deze serie. Ja, ook een heel toffe popper. Ja, heel erg blij mee. Tot zover de 4 pops. En dan gaan we over naar de laatste 2. De laatste 2, die moet even goed kijken dat ik de goede pak. Dat is deze. Ja, ook heel vet. Peggy Bundy. Kijk, 689 Peggy Bundy. Ook hier zit het stickertje nog op. Ja, haal er even af. Ik had L Bundy, die had ik al. Die zag ik ook in het filmpje voorbij komen. Die had ik dus al. Ja, die heb ik voor veel meer geld gekocht als 4 euro. Voor mij 10 euro, 15 euro. Keep by the large. Dat is wel jammer, maar goed. Ik heb nou Peggy hierbij. Heel gaaf. 689. He, of ik alleen Kelly en Batman nog hebben. En heb ik deze serie compleet. Die pops zijn niet zo duur. Dus dat gaat vast wel goed komen om die serie compleet te krijgen. Zal heel tof zijn. Mail with your children. Leuke comedy waar ik vroeger veel naar keek. Ja, heel toffe pop. Kijk aan, 689. En dan heb ik nog 1 pop te gaan. En voordat ik die pop aan jullie ga showen, ja, ga ik hem eigenlijk al een beetje verklappen in een kort filmpje. Want dan ga je zien dat ik hem heb kunnen... Ja, die heb ik namelijk zelf gescoord bij een kruidvat. En dan ga je nu naar kijken. Ja, jullie zagen het. Ik heb hem. De Chase editie. De Chase van Peggy Bundy. Echt heel vet. Ik kwam de kruidvat binnen. Ik keek en ik zie gewoon meteen inderdaad. Ik loop er recht op af. De Chase van Peggy Bundy. 689. Dit is de 689. Dit is de normale editie. Heeft ze een groen truitje aan. En hier heeft ze een pantertruitje aan. Dit is de Chase editie. Kijk aan. Heel tof. En het verschil met de andere pop. Heel tof om weer een gave Chase te vinden bij de kruidvat. Ja, ik weet dat die heel gewild is. De Chase editie. Dus daarom, ik ben heel blij dat ik hem heb kunnen ontvangen. Dus goed, als ik dan Kelly en Bud erbij heb, dan heb ik hem echt helemaal compleet. Inclusief de Chase. Dus dat zou echt heel tof zijn. Dus ik ben er echt op gebrand om die serie snel compleet te krijgen. Heel gaaf. Peggy Bundy, de Chase editie. Ja, heel erg tof. Ja, heel toffe pop. Kijk aan. Heel erg gaaf. Kijk, en dat waren mijn 6 pops die ik dus uiteindelijk toch bij via de kruidvat weer heb kunnen scoren. Hè? Iedereen hartstikke bedankt voor het meehelpen hieraan. Ik ben er heel erg blij mee. We moeten allemaal binnen blijven. Dus ik ben blij dat ik toch een pick-up, een soort pop-hunt video weer heb kunnen tonen aan jullie. Volgende keer gaan we... Oh ja, we gaan de top 5 van Levi gaan we doen. Die heeft een hele gave reeks waar hij heel goed fan van is. Hè? Dus jullie mogen al een beetje raden welke reeks dat is. Daar gaan we 5 hele gave pops van tonen. En voor de rest, ja, ik heb nog wat hele gave pops om aan jullie te laten zien. Heel veel gave video's. En een paar hoofdsteden waar ik allemaal geweest ben. Dus jullie hoeven niet bang te zijn dat er de komende tijd even een filmpje... dat er geen films gemaakt worden omdat ik het huis niet uit kan. Want er staat nog meer als genoeg in de wacht. Dus ik zou zeggen, weer bedankt voor het kijken. Hieronder kun je je abonneren. Het gaat echt heel lekker. Hartstikke bedankt voor al jullie steun en jullie support. En de hele gave comments. Vind ik echt heel tof. En aan die kant kun je nog steeds op het duimpje drukken. Ik zou zeggen, zorg voor elkaar. Hè? Hou elkaar een beetje bezig. Ik probeer jullie bezig te houden door nieuwe video's te maken. Hè, zoals jullie weten en zoals jullie zien, maak ik er ook iets meer als normaal gewoonlijk de bedoeling is. Normaal maak ik er
2 video's in de week. Hè? En nu zit ik toch al gauw op 3 video's in de week. Hè? Over een tijdje zal het waarschijnlijk wel wat minder gaan worden. Maar ik vind inderdaad, op dit moment moeten we wat te doen hebben. En ik zeker, want ja, anders zit ik ook maar alleen maar thuis natuurlijk. Ik heb genoeg te werk. Maar goed, ik wil graag deze video weer voor jullie maken. Een hele gave pick-up video. Echt wil zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Groetjes, doei doei. Hi.